Een vriendin hadden we het bedrijf dus ook al goed. Hé, hey, nee. Zeg, het is de binnenlijn, hè? Oh, dag Koen, ben je er al? Waar zit je? In de kantine? Ho, even Koen, ho even. Zeg, zei je dat ik plat ben? Ja, zeg, moet ik dat opvatten als kritiek of als compliment? Wat? Oh, je vraagt of ik vandaag plat wil gaan. Nou, graag zeg. Ja, wacht even. Tenminste, als het iets fatsoenlijk is natuurlijk. Dat plat gaan, is het dat? Ik bedoel, het heeft zo'n pikante bijklank, vind ik, hè? Of ligt het nou al bij? Oh, staken. Beeld en Co. gaat plat. Het is niet waar, zeg, wat enig. En waarom? Meneer Biels heeft wie ontslagen? Piet Kroel? Ach, die neef van George. Dat is toch dat werkstudentje dat die nacht wakert? Ja, daar heb ik George over gehoord, zeg. Solidariteitsstaking. Ja, enig, zeg, enig, ik doe mee, hoor. Zeg, als ik iets kan doen, olie koken of brandende pekkransen vlechten. Je zegt het maar, hoor. Ja, leuk, Koen, tot straks dan, ja. En, platte boel, hè, voor Piet Kroel, daai. Hè, verrukkelijk zeg, staken. Haha, die malle Koen. Lien, je bent plat. Nou, ik moet zien wie mij in de cupfinale verslaat. Ah, geen oog dicht gedaan. Derde nacht, goedemorgen. Hoor mij, goedemorgen. Dan moet je toch wel geslapen hebben. Wie je dat kunnen zeggen? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik hoor het je zeggen. Drie nachten mijn bed niet gezien, zeg. Goedemorgen, zegt ze. Ja, je zei het zelf ook. Ik kan wel zoveel zeggen. Na drie nachten waken, zeg. Ik zie groen, zeg, groen en geel. Zie ik groen? Nee. Geel dan? Nee. Hoe dan? Gebroken wit. Gebroken wit. Goeie omschrijving, precies hoe ik me voel. Gebroken wit. En scheel van de slaap, zeg. Kan je het zien? Scheel van de slaap, kan je het zien? Doe ze eens open dan. Hè? Ze zijn open. Oh nee, toch niet. Wacht even, zo. Nou? Ah, nou, ik zou... Ja, nou zijn ze alweer dicht, zeg. Zo lang kan ik ze niet open houden. Al dat licht, zeg, drie nachten in het donker zitten staren. Ik weet nou wat een uil moet voelen. Dat blijft wel tegen me praten, hoor, anders val ik om van de slaap dan. Nou, ik... Ja, ho, nou niet gaan zitten ratelen, zeg. Dat kan ik nou echt niet hebben, hoor, ter helle. Waar zit je? Oh, daar. Zeg, ben je naakt? Oh, nee, ik heb mijn ogen dicht. Als ik mijn ogen dicht heb, zie ik je namelijk al... Nou, goed, onzin. Niet gaan zitten doorslaan, nou, alsjeblieft, hè, Lien. Drie nachten geen slaapplaats, hè, Lien. Nou ja, in de cel dan, hè. Misschien anderhalf, twee uur, hooguit. Zei je cel? Ik zei cel, ja. Ik doe het niet minder. Stil eens, klopte er iemand? Ik dacht me niet. Oh nee, dan is het in mijn hoofd. Bonkje de bonkje de bonk. Er staan al twee dagen lang iemand in mijn hoofd te kloppen. Maar binnenkomen, ho maar. Voor mijn gevoel is hij trouwens al lang binnen. Au. Gewoon het gevoel of ik een pak slagen heb gehad, zeg. Heb ik trouwens ook wel verteld. Twee. Nee. Nou jok ik. Drie. Met die agenten mee. Drie. Die vonden dat niet goed. Dat ik ze in hun hier beet. Nou, het was het enige wat ik nog vrij had, dus, mijn mond. Nou, toen kreeg ik even met de lange lat. Ken jij dat? Pak met de lange lat. Nee. Nee, nou, merkwaardige sensatie, hoor. Je ziet het wel eens in het journaal, hè? Niet? En dan vraag je je wel eens af, moet dat nou zo? Maar als het jezelf betreft, dan blijft er weinig ruimte voor vragen over, hoor. Dat verzeker ik. Ik dacht dat ik stierf, zeg. Ik denk, ga dood. Ik denk, nog eens zo'n rubberen zwiep op mijn schedel. En de erven Biels, die kunnen de kurken laten knallen. Wat dat betreft maak ik me geen enkele illusie. En Pietje maar lachen. Die had het pret. Pietje? Pietje Kroel. Oh, dat neefje van Sjors. Dat is het werkstudentje dat die nacht wakert. Ja, als je het zo noemen wil. Maar dan wel in de verleden tijd graag, hè, want ik heb hem er wel even uitgeschopt, dat wel. Ja, zeg, weet George daar al van? Ja, dat laat me nou tamelijk koud te hellen. Of meneer daarvan weet, personeelszaken is toevallig mijn pakkie aan. En of het nou toevallig het onbetrouwbare beschermelingetje van mijn fijne compagnon betreft, dat laat mij Siberisch. Toch al zo'n onfris gedoe, dat iemand zo nodig zijn neefje aan een baantje moet helpen.
Beetje voor de grote familie kruiwagen spelen. Onzindelijk hoor, niks voor mij. Nee? Of wel soms? Wel, nee. Neef Eef, dat is natuurlijk iets heel anders. Hè? Tuurlijk is dat wat anders. Als me nogal geen verschil zegt, neef Eef, vergeleken met Pietje Kroel. Een kroel naast de Biels. Toevallig is neef Eef dan nog altijd een Biels. Ja, ja. En dat heeft niks met familierelaties te maken? Wel, nee, om de drommel niet. Dat zit ingeboren. Dat heeft niks met familierelaties te maken. Ja, moet je eens luisteren. Het is je misschien nog niet opgevallen, maar er loopt hier een feestvarken rond dat zich adjunct-directeur mag noemen. Feestvarken? Nee, nee. Wat wil je daarmee insinueren dat die man hier niet zit om zijn kwaliteiten? Dat daar een duivel van een zaak is in die in schuil gaat? Vent van de razendsnelle beslissing. Figuur van dat, dat, dat en dat. Oké, dan doen we dat. Dat had je daar gisteren af moeten zien, zeg. Ik wil meneer even in zijn kladden grijpen en in dezelfde beweging graait hij een bureaukruk en rang op mijn kop. Ik dacht dat ik stierf, zeg. Nee, die komt er wel, die knaap. Nou, het hoofd heeft nogal te lijden gehad, niet? Onbeschrijfelijk, maar ja, personeelszaken. Moeilijk onderwerp altijd. Zeg, is er nog iets voor me? Even kijken, ik dacht er niet. Oh ja, de staken. Mooi zo, maak er even een notitie van. Solidariteitsstaking tegen het ontslag van Pietje Kroel. Ja, naam ken ik ergens van, zet er maar bij. Behandel ik dat vanmiddag even. Nog iets? Is die genoeg? Zat, en na drie nachten waken. Ja, wat was het eigenlijk? Wat was eigenlijk de reden? Dat waken, zelfbehoud, zakelijk zelfbehoud. Doe je het niet, dan stelen ze de zaak onder je broek weg. Zie je aan Bosraaf. Bosraaf wat? Niet gehoord? Jazeker, verleden week. En Bosraaf, twee keer ingebroken, de heren. Het is mijn grootste concurrent, Bosraaf, maar dit is te gek, zeg. Man ligt overdag krom voor zijn bedrijf. En s'nachts stelen ze hem de winst onder zijn broek weg. God, dat is zielig, voor hoeveel? Nou, schat het maar. Vier bier, zeg. Eén gezinsfles. En drie beugeltjes, plus twee pak stroopwafels en een reep of wat. Tel maar op, het zijn me nogal geen prijzen tegenwoordig. Beugeltje bier, zeg. Pulletje pils. Ik heb de tijd nog gekend dat je voor een daalder aan bier een dorp liet dansen. Verschrikkelijk, zegt Bosraaf. Je herkent de man niet meer. In één nacht grijs geworden. Vier bier, twee pak stroopwafels en een reep of 5, 6. Ik denk, ho even. Nou ja, voor het mij gebeurt, even mijn systeem testen. Drie nachten terug dus. Even mijn man controleren. Pietje Kroel. S'nachts 12:30. Nou, ik kwam wel even op tijd, hoor. Ja. Poepoe. Poepoe, zegt pikkendonker. Alle kantoren, behalve de kantine dan. Licht in de kantine. Dus ik denk meteen al aan Bosraaf, kantine, bier en koek. Wat wil je nog meer? En niemand bij het alarmsysteem. Schakelaar in de portiersloge. Druk je in, gaat er om het politiebureau een lamp branden. Onbewaakt die knop, pikken donker die hal. Dat ik op de tenen, tip, 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 deur open, hal in, geen geruis maken. En rang, zeg. Ligt daar in het hartstikke donker iets voor mijn voeten? Iets groots, iets zwaars, waar ik zo overheen knal. Zo met mijn kin. Mijn hier, op de rand van het aquarium, ja. Ja. Voilà. Bijna knock-out, maar gelukkig golf water in mijn gezicht. Waarschijnlijk nog twee gupjes naar binnen gekregen. Pijn dus, pikken donker, luisteren, niks. Ik denk, nou toch even kijken waar ik overheen gesmakt ben. Tasten, op de knieën, tasten, daar, ik heb het. Iets groots, iets van wol, dikke soort trui. Zacht gekreun, ik schrok me lam, zeg. Ach, gut, Pietje Kroel, hadden ze neergeslagen. Dacht ik ook, ja. Daar voel ik me dus een kille moede in me opstijgen. Ik denk, het mag dan geen biel zijn. Dit laat ik me ook niet leveren. Nee, wat een lammelingen zeg. En dat voor een flesje bier? Koffie. Koffie? Ja, de dames hadden koffie gezet. Ik versta, de dames? Ja, ironisch bedoeld dan, de dames in de kantine. Want ik dus, met mijn kille moede, op de teentjes, tip, 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 kantinewaarts. Wat denk je? De dames. De dames, stuk of vier. En hoe onwaarschijnlijk hoor. In een verregaande staat van ontkleding, zeg maar. Gezellig aan de koffie en een taaltje. Ja, wat zeiden ze? Nou, dat zal ik maar niet herhalen, zeg. Oh, tegen mij? Nee, niks. Tegen mij niks. Nee, zagen me niet eens. Wensten me niet eens te zien. En een taaltje, nou,
Toen begon het toch bij mij wel even iets te kriebelen, zeg. Kun je je voorstellen dat er als man dan iets bij je begint te kriebelen? Ja, dat gupje dat je hebt ingeslikt natuurlijk. Mogelijk, ja. Maar goed, ik zeg dus maar eens... Brutaal kijken. Vanuit hun verregaande staat van ontkleding dus. Behaagziek handje heffen. Wuiven. En iets zeggen van... Dai, di, dai, dai, snoepje. Ja, ja. Tegen mij, snoepje. Halfeen s'nachts. Met mijn kind op het aquarium, snoepje. Dus ik denk... afstand bewaren, oog, gedraag je, geen losse onzin. Dus ik zeg koel, maar hoffelijk nog, ik zeg, zou ik even mogen vernemen met wie ik de eer heb, dames. Nou, gieren, hè. Jongens, jongens, wat was dat geestig. Dus ik zeg nog steeds hoffelijk, maar koel, ik zeg, zouden de dames mij dan misschien even willen zeggen wat hun bekend is van het lot van de heer Pieter Kroel, ja? Ja. Ja, nou, die zat in de kluis. Hoe? Ja, dat zeiden ze er niet bij, hoe? Maar dat ben ik dus even gaan bekijken. Oh, zat hij echt in de kluis? Jawel, ik kijk naar boven, pikken donker, daar tip, tip, tip op de teentjes dus. Bij de kluis aangekomen, luisteren en inderdaad, licht gedruis van binnen. Aan de deur voelen, blijkt open, dus ik zeg bij wijze van voorzorg, ik zeg zachtjes, is daar iemand? Dat galmt enorm in die kluis, zeg. Ik schrok me lam. Ik was al bijna de trap weer af, zeg, van mijn eigen geluid. Zegt er opeens iemand met dezelfde sterkte, als je maar met je kluivers van het lichtknopje blijft. Nou, toen ben ik nog eens een 3 op 5 gevallen. Nee, en toen? Terug, vanzelf, mijn eigen kluis. Wat zullen we nou hebben, nietwaar? Daar zal iemand mij verbieden het licht aan te doen, dus ik meteen rats de knop. Nou, wat ik toen even voor straattaal over me heen kreeg, zeg. Nou had ik mijn knoop hier, knoop daar, de hele zaak bedorven. Nou kon hij helemaal opnieuw beginnen. Wie? Waarmee? Kroel, Pieter Kroel. Zit me er even in mijn kluis de foto's te ontwikkelen, zeg. Ah, is dat zijn hobby? Nee, dat is zijn studie. Dat probeerde hij me te verkopen als zijn studiemedicijnen, werkstudent. Hij zegt, die moet ik van de professor maken, die foto's van de spierwerking van het menselijk lichaam. Jee, wat interessant. Nou, en op, zeg ik, zeg, en de dames beneden, wie zijn dat dan? Hij zegt, dat zijn mijn modellen. Dat zijn mijn wetenschappelijke modellen. Ik zeg, nou, dat zijn we dan de wetenschappelijke dellen. Wel, bel, bel, reldeke tel. Ik zeg, en wordt u eigenlijk niet verondersteld dit gebouw te bewaken, heer Pieter Kroel? Ik zag de man voor het eerst van zijn leven. Ja, wat zei die? Hij zegt, er komt hier geen mens ongezien binnen. Precies zoals ik het nou zeg. Met precies de koele, dezelfde, de koele distantie. Ja, ja. En er komt hier geen mens ongezien binnen. Ik zeg er zo zo, en hoe kom ik hier dan binnen? En wie ligt er dan neergeslagen op de halmat? Ja? Karel. Wie? Karel, ouwe Karel, jaar of 14, dikke grijsaard, ouwe Karel, jaar of 14, 15. Begrijp het niet. Hond. Ontstellend dikke ouwe hond, zeg. Zijn waakhond, zo gezegd. Ik zeg, het is maar wat je waakhond noemt. Heb je alles over het woord slaaphond gedacht? Ongelooflijk, zeg. Ja, 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 maar dat was wel even tegen het zere been, hoor. Dat er iemand aan Karel twijfelde. Hij zegt, kom maar eens mee, wij naar de hal. Hij kiept even de 25 kilo hond van die kar af. Kar? Ach, kon de stakker niet lopen? Nou, hij zegt, hij kan het wel, maar hij is er niet gek op. En, werd die wakker? Nee, dat mocht ik doen. Hij zegt, probeer jij hem nou eens wakker te krijgen. Dat ik roepen dus, op het laatst zo dicht bij zijn oor. He, raar idee trouwens, hè, om daar in het holst van de nacht in je eigen hal. Karel! Te liggen brullen in een hondenoor. En niet wakker worden? Ben je gek, rekken geen gebrek en smakken en zich omdraaien. En pittige blazen, hoor, dat ik zeg, moet je eens horen, dit kan niet. Hij zegt, ja zeker wel. Ik zeg, oh ja, hoe dan? Hij zegt, hij is zo doof als een kwartel. Ik zeg, en nou nog volhouden dat het een waakhond is. Hij zegt, nou en op, let maar eens op. En hij tilt het kolossale lichaam een keer of wat van de grond en laat het bang op de mat kletteren en ja hoor, bij de 4e of 5e keer, 1 oog open, 1 oog dicht. Karel ziet het zonnelicht spelen op de ruit. Ik zeg, heeft hij misschien nog meer gebreken als waakhond? Hij zegt, nee, alleen in het donker, dan is hij zo goed als blind. Hij zegt, en kijk,
daar hebben we de overvalwagen al. Ik zeg de politie, voor wie? Hij zegt, voor jou. Hij zegt, dacht je dat Kareltje niet geroken had dan toen je binnenkwam? Hij zegt, al is het midden in zijn slaap, ruiken doet hij je heus. Ik zeg, ja, maar wat doet hij dan? Hij zegt, als hij mensen ruikt, Karel, dan kwispelt hij. Ik zeg, dan kwispelt hij. Hij zegt, dan kwispelt hij. Touwtje aan zijn staart, touwtje aan de alarmknop, onraad, kwispelen, lig je op het politiebureau aan en hup, daar zijn de heren. Knap, hè? Student, wat wil je? En hij zegt toen geluidloos iets tegen Karel en die leest even lip. En die slaat zijn tandeloze kaken om mijn enkel. En Pietje geeft me met zijn telelens een karateklap in mijn nek. 3 agenten bovenop en de rest weet je. Mens, wat ben ik moe. Chef. Oei. Ah, morgen, heren, morgen. Wat kan ik voor u doen? Dag Paul, dag kind. Daar zitten mensen. Chef, wij wilden u graag even spreken namens de stakingsleiding, chef. Oh, wat enig. Ja, ja, is gezellig, mensen. Doe maar even hoor, ja. En let niet op mij, ik ben er niet, deden we. Meneer Biels, ik geloof niet dat het verstandig is een dergelijk ernstig besluit van het personeel met minachting af te doen, chef. Nee, Paul, ik zal het niet meer doen, Paul. God, wat is iedereen opstandig vanmorgen. Oh, mijn oogje kan kiezen. Of Pietje Kroel terug, of de zaak gaat naar de hens. Ja? Kostelijk, hè. Typische Biels. Als iemand in de put zit, hup, een kwinkslag. Even hartelijk lachen, je voelt je weer als herboren, heb dankend. Ik ben er weer, Paul, over dat van gisteravond. Ja, daar moeten wij nog wel eens even over praten, ja. Chef, dat was een misverstand, chef. Ja, dat begrijp ik, Paul. Maar dat had op zijn minst moeten worden aangemeld bij de directie, Paul. Dat meenden wij te hebben gedaan, chef. Wij hadden het namelijk aangemeld bij neef Eef. En u zegt zelf altijd dat neef Eef tot de directie hoort, chef. Ze ben je nou helemaal Oh, op zo'n manier, ja, ja, directie dit volkomen juist, mijn fout van mijn zijde. Ter helle zie je, dat bedoel ik, Biels, dekt Biels, gaat altijd op. Nou jongens, dan is er niks gebeurd, Paul. Nee, chef. Fijn, chef. Sportieve reactie, chef. Ja, ja, ga jij nou even met die slavendrijver mee zitten praten, Paul. Zeg, hou jij nou eens even je grote mond. Slaap me midden in de nacht even met mijn eigen kantoorkruk op mijn hersens. De helle, nachtje 2. Voor mij, nachtje 2. Ja, wat was het dan? Nou, ik kan dat pand toch moeilijk onbeheerd laten, nietwaar? Na nachtje 1, meneer Krolle, natuurlijk even mooi uitgekegeld, maar waar vind ik wat anders? Dus controleren maar weer, nachtje 2. Ik kom hier weer aan tollen van de slaap, dus kijken, alles in rust, maar ik hoor iets. Ik denk, ik hoor iets. Op meteen door het raam van de kantine gekeken. Mannetjes. Hoe? Mannetjes. Ik zie daar mannetjes. Zwarte mannetjes. Van een borrel te veel of van te kort slaap? Van Poolse malle jeugd, hoor. Maar dat weet ik niet. Ik tip op de teentjes door het raam van de boekhouding kijken. Mannetjes. Ik voel tik op mijn rug. Ik kijk om. Ja hoor, mannetje. Ja, dat schijnt dan dokter Anders Arend Blos geweest te zijn, chef. Onze socioloog. Kundige kerel, heel snel van begrip. Ja, valt tegen, Paul. Valt tegen, hoor. Tik me op mijn schouder en zegt iets van... Zo, jong, en wat is jouw taak? Ik zeg, mijn taak is jou één op je ruiker te geven. Hij zegt, dat klinkt verrekte hip, joh. Hoe is dat? Ik zeg, dat is zo ding. Eén dronken socioloog in de struiken vol. Heel traag van begrip, die man, hoor, als je het mij vraagt. Ja, chef, u hield u niet aan de regels, chef. Nee. Ik geef toe, alles zo vrij en zo realistisch mogelijk in zo'n simulatiespel. Maar je moet je aan de regels houden. Ja? Oh, deden jullie dat simulatiespel, Koen? Ah, de geweldloze revolutie, hè? Hoofdstuk 3 dus, sabotage, lamleggen van de industrie. Pardon, Paul, moment even, Paul. Hoe noemen jullie zo'n spel? Simulatiespel, chef. Verdraaid interessant, hoor, wat je daar aan gegevens uit op kunt diepen. Het benadert de werkelijkheid, hè? Ja, daar zeg je het, Paul. Want wat ik daar even zich voor mijn slaperige ogen afzag spelen op het terrein van Potter Vernielzucht, daar was van simulatie nog maar nauwelijks sprake, hoor. Als je daar even in de duistere boekhouding zo'n paarse meid lusteloos je verlies- en winstrekening aan reepjes ziet scheuren. Wat simuleert men dan nog? Of als ik in de telefooncentrale 3 van die pluiskoppen tref die lallend met draden uit de muur zitten te trekken. Waar schuilt het simulatieve element, Paul? Ja, het vuur van het spel, chef. Jammer, maar begrip niet. Begrip. Dat is niet goed overgekomen bij die kerels en die meiden. Die hadden daar een kaart bij moeten hangen, begrijpt u wel. Boekhouding in ongereden gebracht of...
telefoonverbindingen gestoord voor de puntentelling na afloop, ja? Ja. Ja, daar konden ze dan een vermelding in de jeugdhonktonk mee verdienen. En u hebt geen idee hoe fel die daarop zijn, die... Nee hoor, Paul, daar heb ik geen flauw idee van. Als ik mij dan enigszins geïrriteerd, zeg maar, naar binnen begeef... en ik zie er dan een vijftal van jouw slopers zonder kaart voor de puntentelling bezig... het aquarium leeg te hozen op het nieuwe wampentapijt... nou, maar dan heb ik daar niet het flauwste benul van, hoor. En als ik dan één van die niet allen in zijn kraag wil grijpen... en meneer slaat me dan met een kruk op mijn kop, nee, nee. Ja, ja, dat is gek, maar daar ben ik allergisch voor mensen die aan mijn kleren willen zitten. Ja, 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 die sla je gewoon hun schedel in, jongen, waarom niet? Simuleren geblazen. Die springen met je hele jeugd keng op zijn nek, trappen en slaan geen gebrek, vastgebonden, plop in mijn mond, zak over mijn kop, politie gewaarschuwd, en daar zat ik weer voor oud vuil in de cel. Ja, is dat eigenlijk meegeteld, Paul? Hoe bedoel je, joh? Nou, ik had hem nog een kaart om zijn nek gehangen, hè? Nou, of dat meegeteld is, knaap? Ja, zie je dan wel, bord met erop buitengevecht gestelde mafkekel van het establishment. En dan telt me dat gewoon even niet mee, ja, zeg. Ja, ja, ziet u, chef, wij dachten dat het erbij hoorde, hè? Dokter Anders Blos had namelijk gezegd... Denk erom, mensen, de situatie is gegeven... maar er kan natuurlijk een enkel onvoorzien element... aan toegevoegd worden. Ja, zeg maar een ongeur element. En daar moest dus adequaat op gereageerd worden, chef. Adequaat? Zeg maar adefurieuzer, Paul. En hoe je bij een revolutie dan de hulp komt inroepen... van de gezagsgetrouwe politie, nou, dat is bijna niet helemaal duidelijk, hoor. Ja, dat was ook een enorme fout van ons, chef. Ja, ja. Dat heeft dokter Anders Arend Blos ons bij de nabespreking... dan ook wel even onder de neus gevreven, hoor. Hè, nee, weet? Ja, ik zei het meteen, hè. Ik zei, die mafbakker, die moeten wij met een steen om zijn nek ergens in laten zakken. Ja, hij had het goed gehad, chef. Deze knaap wel. Ja, wat wil je, Biels? Ja, ja, dokter Anders Arend Blos zei nog, chef... Hij zegt, daar steekt een mooi revolutionairtje in die kraap. Ja, in ons allemaal, ons Wielse, tegendraadse mensen. Ja, 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 dat zei hij ook, ja, ja. Hij zegt, die kraap, die dikke kapitalistische revolutiebreker speelde, ja, ja, nu dus, ja, hè. Ja, ja. Die was helemaal het einde. Oh ja. Vertel eens. Nou, hij zegt, man, hoe die erin was, ja. Die gaf mij gewoon een peer op een ruiker, zeg. Daar gaat hij dus onthouden, hè? Nou ja, gestudeerd mens, die was socioloog, nog wel kundige kerels, snel van begrip. Ja, en meesterlijk, hè? En toen we jou net gebonden hadden, hè, hoe je toen nog gauw even een klap met zijn sandaal kwam geven. Wat? Was hij dat van een lafbek? Nee, chef, nee, dat moet u anders zien. Oh ja, oh ja. Ja, dat heeft hij er bij ons ook ingeëist, hè? Ja. Hoe je zo'n revolutie ook organiseert, één ding altijd totaal elimineren, en dat is de risicofactor. En dat is dus geen lafheid, chef. Nee, dat slaan van een gebonden man... Dat is het bewust uitbannen van het element risico. Begrijpt u wel? Ja, ja, ja. Op zo'n manier, ja. Uitbannen van, ja, knappe koppen. Sociologen. Hersens, die mensen. En het kwam nog gemeen hard aan ook, zeg. Weet je af, hoor. Mens, wat ben ik moe. Nou ja, het was mijn nachtje twee dan wel, hoor. Ja, ja, ja. Oh. Ja, ja, ja. Je hebt je tijd wel goed besteed, hoor ik. En nachtje drie, wat was dat dan? Daar kom ik net vandaan, zeg maar. Dit keer is het ook nog even raak geweest, hoor. Was het andere mis dan? He? Ja, nee, maar dat tel ik niet, hè. Van slaag, wij Wielsen, van slaag, daar groeien we van. Onder druk, in spanning, dan groeien wij boven onszelf uit, hè. Geestelijk dus. Tot het geniale, zeg maar. Ja, lichamelijk gaat het weer in de breedte dan, hè. Ja. Tot in het wanstaltige, zeg maar. Ja, maar onzin, zeg, hè. Nee, maar acht. Heb ik hem dan even bij de kladden gevat, hoor, ja. Ja. Wie? Dat dieventuig. Dezelfde smeerlap als bij een bosraad, neem ik aan. Vannacht 2:30, zeg. We verdekt opgesteld, hè. Moeilijke plaats nogal. Tussen het dakje van de portiersloge en het plafond gewrongen. Zo met de nek. Eén been slapen, één been kramp dus. Later nog twee dode armen erbij. Plus de bloedtoevoer naar het hoofd dan. Benauwd hoor, na een uurtje. Ik denk, ik kom hier nooit meer vandaan. En net dat ik dat denk, zeg, in mijn linkerooghoek... Ik kon het hoofd namelijk niet meer bewegen. Dat zat zo. Tegen het plafond dus. Uitzicht op een blinde muur. Op de lange duur nogal deprimerend eigenlijk. Maar opeens dus in mijn linkerooghoek... Daar kwam meneer binnensluipen, zeg. Zaklantaren rondschijnen. Schijnt me waarachter nog een keer midden in mijn gezicht, zeg. Maar ziet me niet. Merkwaardig, hè? Verwacht me dat kennelijk niet. Ja, of ziet er een gedenksteen in, aangeboden door het hoopvolle personeel. Mogelijk.
Maar goed, ik denk, al zag hij me, ik kan toch geen vin meer verroeren. Ik ben zo stijf als een plank. Ja, ik kan me een plattere plank voorstellen, hoor. Mogelijk, waarschijnlijk zelfs, maar wat moest ik? Ja, wat deed je? Nou, gelukkig neemt de speerlap eerst eens een kijkje in de portiersloge. Ik denk, nou heb ik je broer. Bom, zegt de bovenop. Met mijn volle slapende gewicht er bovenop gedonderd, zeg. Nou, die gaf meteen geen kick meer. Nee, hallo, zeg, zo kan je in één keer een heel gemengd koor het zwijgen opleggen. Nou, die was in ieder geval even uitgezongen, hoor. Die kon ik zo voor oud vuil mijn koffer insmijten. Naar het bureau gereden, hem zo op de balie gelegd. Ik zeg zo, drie keer is scheepsrecht. Hier heb je dan wel een misdadiger. Geluk ermee en salut. Ja, joh. En zo is de zaak dan tenslotte toch nog de goede gegeven, mensen. Hè? Ik voel me weer een stuk beter, zeg. Kom op, lui, we gaan iets doen. Paul, wat was het ook weer, hè? Wat moesten wij nog even bespreken toen jij binnenkwam? Wat had jij ook? Ja, nee, Veef en ik, chef, wij wilden u namens het stakingscomité graag even spreken over het door ons aangevochten ontslag van de heer Pieter Kroel, chef. Wat? Ja, en het is kiezen of delen dus eigenlijk wel. We hebben namelijk voor alle zekerheid even de zeer goed getrainde jeugdhonk sabotageploeg opgeroepen. En het is Pietje Kroel terug, of wij maken dit keer ernst. Nee, Veef, joh, dat heb ik je net al gezegd in de plenaire vergadering. Daar ben ik vierkant tegen. Ja, maar toevallig is het one man, one vote, Koen. En als jij voor je verantwoording wil nemen, dan dokter Anders. Arend Blos voor deze gelegenheid voor niks een paar nieuwe sandalen heeft gekocht, dan maak jij veel, man. Zeg, allemaal, dan mag ik ook nog eens even iets zeggen, zeg. Nee. Alsjeblieft, mag ik er ook eens even mijn mond nog open doen? Oh, Rinderman, net op tijd. Ik kan nog even meegenieten van wat ik nu ga zeggen. Vrienden van ons er even dus de volgende morgen. Dit pik ik namelijk niet. Ja, hij komt er al aan, John. Nou weer op, en gewaaien. Biels hier. Hé? Ja, meneer Rinderman. U maakt een grapje, meneer Rinderman. U maakt geen grapje? U belt vanuit het politiebureau, zegt u, meneer Rinderman. U hebt de nacht doorgebracht in de cel, zegt u. Ja, nee, ik versta dat u vannacht voor alle zekerheid even het kantoorpand wilde controleren. In de cel bijgekomen. Pardon, wat erg. Een wat op uw hoofd, een blok beton. Nou, saxant. Zeg maar saxant, zeg. Nee, dat was ik, meneer Rinderman, een saxant dus. God, ben ik moe, zeg. Ik kan het uitleggen, meneer Rinderman, moet u luisteren. Aan de hand van oude Karel, dus begrijp u 14 jaar.